zakjes erin te halen. Piek zit er nog. De ravage. Chaos in de kamer. Het staat nog wel goed. Waar is baby Jezus? Ik zal eerst ballen. De vijf keer hoor. Oh, gaan we naar school. Dit ziet er ook wel. Maar hier is het kanaal. De kerstboom. Een hele goeie. Goedemorgen. Weer deze nieuwe vlog, jongens. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers. En wat hebben wij aan? Kerst. We zitten helemaal in de kerst. Truien aan, want wij gaan vandaag onze kerstboom optuigen. Ja. En niet zomaar een kerstboom, nee. Een grote van 3 meter hoog. 3 meter hoog kerstboom. Tot aan het plafond. Helemaal. Ja, tot aan het dak van ons huis. Ja. Ik denk dat we, als we in elkaar gaan zitten, dat we op de bovenkant, want het is een nepboom, dat we op de bovenkant eerst de piek moeten opzetten. Ja, dat hadden we geleerd van vorig jaar. Weet je nog, Daan? We hebben deze boom sinds vorig jaar. En toen hadden we de boom helemaal opgezet. En toen waren we de piek vergeten erop te zetten. Toen we het topje erop zetten. Dus toen doen we het bovenste stukje. Met de piek erbovenop. Ja. En de lampjes. Moesten we met een ladder moesten we naar boven. En de lampjes boven. En de lampjes bovenin. Ja, nou, we hebben de kamer al even een beetje neergezet, zodat we straks de kerstboom daar kunnen neerzetten. Dus we hebben die plant, die hebben we al verzet. En nu is ze met een stok aan het spelen. En de lampjes hebben we daar al van de open haard afgehaald, omdat we zo meteen ook allemaal kerstdingetjes neer gaan zetten. En daar zie je de grote dressoir gebeuren hier. Daar hebben we ook alles al van afgehaald, zodat we daar straks ook alle kerstspullen even op neer kunnen zetten. Dus wat we gaan doen is dat we eerst even alle dozen gaan pakken. Die we natuurlijk hebben ingepakt van voorgaande jaren. En die gaan we allemaal uitstallen. Die gaan we netjes daar neerzetten. En dan gaan we de kerstboom opbouwen en optuigen. We hebben daar een dorpje. Ja, dan gaan we, ja, ik weet niet of we daar aan toe komen vandaag. Ik denk dat we het vandaag echt bij de kerstboom houden. En nog wat versiezeltjes door de kamer. Maar de kerstboom is al een hele klus, jongens. Dus het kerstdorpje gaan we wellicht van de week doen. We hebben hier de spullen trouwens liggen wat we gisteren hebben geshopt. Als jullie de vlog van gisteren hebben gezien. Op de kringloop, in de kringloopwinkel en in het tuincentrum hebben we wat leuke dingetjes geshopt. Maar nu gaan we toch even kijken naar al onze kerstspullen. Want we hadden natuurlijk ook nog wel heel veel kerstspullen. Oeh, in de garage. Papa heeft vanochtend alles al helemaal van de planken gehaald. Ja, dit zijn jullie kerstboompjes, hè? Ja, mama, deze was... Nee? Ik had deze gedaan. En hier, oh ja, deze wipwap. Weet je het ook nog? Die hadden we vorig jaar van de kringloop gehaald. Deze kerstman. En die kerstman, die hebben we echt jaren geleden gekregen. Ik heb die nog weer verboten op de veranda gevonden. Oh ja, ja, die. Ja, het is hier een beetje frisjes. De 3 meter hoge kerstboom. Dit is de kerstboom, jongens. Dus is hier het ijskoud en dan straks pakken we aan deze doos nog. Want daar zitten alle lampjes en daar, ja. Alle kerstspullen. Mama. Jongens, het is dan weer een... Ja, die mag je poetsen, hoor. Zet die maar bij, Lucilla. Ja, Luxie wil deze meenemen. Wil je die meenemen, liefie? Ja. Kijk dan. Lucius, wat mooi. Oh, hij schrikt ervan. Hij schrok een beetje van het geluid van die boiler die erachter zat. Maar wou je eventjes lekker met stokjes op de trommel slaan? Nou, we gaan in ieder geval weer die kant op. Daniel neemt de grote boom mee. En de kinderen hebben hier al van alles. De wolderkar. En een leuke, dat is een rendier. Weet je dat nog, Luxie? Ja. Kan Lucius ook wel op. Dat is een wipwap rendier. Die hadden we vorig jaar op de kop getikt in een kringloopwinkel. Ja, we gaan die maar poetsen. De Silla gaat de kerstman poetsen. Kijk, en dan gaan we hier even alle spullen op, op die grote lange dressoirkast neerzetten. Dan hebben we een heel goed overzicht van wat we allemaal hebben en waar we het allemaal een plekje willen gaan geven. Dan hebben we natuurlijk ook nog deze open haard. Die gaan we straks ook helemaal kerstversieren. Dus hij is nu helemaal kaal. De boom die hebben we inmiddels ook binnengehaald. Het wordt nog een lekker bouwpakketje, jongens. Als jullie denken, wat heeft Luan voor gekke trui aan? Dit is een... Maat 110. Een te kleine kersttrui. Ik heb maat 130. Maar hij is wel hetzelfde van Lucius. Want kijk, Lucius die heeft een hele grote aan deze. Die is precies dezelfde. Kijk, deze. Alleen dat is een maatje van Luxie. Die Luxie nu te groot is. Of te klein is. Die heeft Lucius nu aan. Deze kersttrui, die is goed. Dus haar goede maat. Maar Lucilla, die heeft ook die kersttrui aan. Ja, alleen die is ook een klein beetje te klein voor jou. Ja, en ik heb deze aan. Dat is ook een hele oude. En die had Daniel ook. Maar toen we zijn verhuisd,
Is die kwijtgeraakt? Ik ben hem kwijt. Maar ja, ik heb het ook al heet. Dus de trui is niks gedaan, joh. Nee, vooral niet met kerstbomen opbouwen. Waar is ook de kerst? Ja, nou, dit is de even uitpuzzelen wat de piek is. Ja. Dit is wat de piek. Dat is de bovenste? 3, 4. Nummer 4. Wat is hier? Die moet hier tussen. Dit is nummer 2. En dan. 4, ja. Nummer 4. Oké, jongens. Ja, dan moeten we hier verankeren. Elkaar. Beginnen we met de onderste tak. Dan mag je alle takjes over. Dan een beetje naar wijn. Boom, jongen. Boven, een beetje. Hallo! Lil aan kijken. Hallo! Ik heb dit is volgens mij nu mijn derde. Ziet er al mooi uit. Papa, kijk, ik zie hier gaten, maar de takken kunnen niet verder doen. Ja, maar die komen ook nog boven, hè? Bovenop komen ook nog. Ik vind het altijd wel een lekker werkje. Je kunt ze ook naar boven zetten, hè? Ja, boven naar beneden, rechts. Helemaal rondom. Hoe ik het vaak doe is gewoon per ronde doe je een kruis. Nou jongens, Liesje ligt lekker te slapen. Liesje is daar lekker aan het spelen. En we gaan nu met de volgende afdeling beginnen. Daniel heeft ook heel veel dozen uit de schuur gehaald. Met alle ballen, alle slingers, versieringen, de kerstlampjes. Ja, we gaan alles eerst even uitpakken om een beetje overzicht te krijgen van wat we nou al hebben. Dit is volgens mij de doos van het mini-dorpje. Hier zijn nog wat slingers. En hier zijn nog wat sierlampjes van het mini-dorpje. Dit is een hele grote ijs... Hoe heet het nou weer? IJsdinges, je weet wat ik bedoel. Kerstboompjes. Nog meer kerstboompjes, maar dan met sneeuw. Nog meer kerstboompjes. En hier hebben we... Ik moet heel voorzichtig zijn. De bel. Er moeten natuurlijk ook allemaal weer batterijtjes in. Deze hebben we. Snow staat erop. Voor een fijn dorpje. Dit is wel bij het mini-dorpje. Kijk. Wat was dat? Zag je het op dit? Volgens mij viel er een mannetje vanaf. Oh, dit is zelfs. Nou ja, die vonden we ook heel leuk. Hier moet een kaarsje in. Hier moet een batterijtje in, want dan... Oh nee, dan geeft hij licht. Oh nee. Ja, daar moet toch een nieuw batterij in, jongens. Nee, helaas. Nee, ook nieuw batterij, jongens. Maar we hebben wel heel veel. Kijk, mam, het grootste van nu toe was deze. Ja. Dit was het grootste exemplaar die we toen hadden. Ja. Deze zitten aan elkaar. Leuk. Deze. Komt heel wat uit de doos. Ja. En dan hebben we hier nog een doos. En nog een doos. Heel veel. En dan denk je dat we alle dozen hebben gehad. Maar dan komt Daniel aan met nog meer tassen. Nog een doos. Het lijkt wel een hele verhuizing, jongens. Ondertussen zijn we bezig, of in ieder geval de mannen zijn bezig, met het topje van de boom. De lampjes erin te hangen. Een beetje zuinig zijn dat de lampjes erin. Ja, we hebben 4 van die slingers. En we hebben 5 delen. 5 delen. Dus we moeten deze 2 met 1 trappen. En de andere die worden dan ook automatisch dikker. Ja. Groter, hè? Ja. Het is wel handig zo'n slinger, hè? Ja. Weet je nog vroeger met die lampjes, Daan, dat je ze allemaal op zo'n takje moest zetten? Lampje voor lampje.
Oh, dat had opa zo bedoeld voor. En toen waren het kaarsjes. Ja, heel vroeger waren het echte kaarsjes. Ja, daar kun je nou niks meer bij voorstellen dat je echte kaarsjes in de boom doet. Nou, ja, samen zetten we deze erop. Maar nu nog precies twee stroken om. Dit gedeelte en dat. Piek vergeten. Ah. Nou, ja, maar in de piek. Hoe moet ik nou bij de piek? Ja, maar ook de schermen. Ja, oké, de ballen kunnen wat lager, maar de piek moet op het topje. Hoe kom ik? De piek is altijd weer de uitdaging. De piek. Ondertussen zitten de lampjes in de boom, zoals jullie zien. Hier hebben we de doos met alle ballen. Dan gaan we eerst even kijken wat voor soort ballen we allemaal hadden. Ik zie dat we toch ook best wel wat breekbare hebben. Ik dacht dat we heel veel plastic hadden, maar nee, ook nog wel wat breekbare. Dit jaar zijn we voor de breekbare gegaan. Vorig jaar, ja, maar die hebben we gekregen. Gekregen? Deze hadden we gekregen van kijkers. Oh echt? Ja. We gaan eerst rustig neerleggen wat we hebben, dat we niet alle ratje toe door elkaar in de boom heen hebben. Dit past toch wel bij elkaar, dit hè? Dit past allemaal heel mooi bij elkaar. Oh ja, dat was ook wel mooi. Ja. Mama! Mooi hier, schatje. Ja. Deze past ook ja. Wel bij elkaar. Of voor deze. Ja, die past er ook wel mooi bij. In deze? Ja. Kijk, die heeft hetzelfde als die. Nietjes? Ja. Die past ook weer mooi. Maar die van Jijntjes en die de piek. Van... Oeh, de witte piek. Piek. We hebben de piek gevonden. De piek. Nou wordt nog een hele uitdaging, die piek. Om deze te krijgen. De piek. Daarboven een puntje. Luan. Nee, dat is wel een beetje te, hè? Ja, dat kan dat niet, hè? Dat is een beetje te. Het is geen voorbeeld. Nee, kinderen die 4, 3, 5 zijn, niet nadoen thuis, hè? Nee, niet je piek op je vinger. Vooral niet op die allermiddelste. Helemaal niet op de middelste. Ga maar. Tieners, jongens, tieners. Mama, dit was een mooi plantje. Ja. Ja, heel mooi. Die is ook mooi. Die past er ook goed bij. Mama, we hebben ook een kijk, Luan, dit bedoel ik dus. Nee, Lux, niet doen, niet doen. Lux, dat is niet goed. Dat Luan heeft niet het goede voorbeeld gegeven. Nee, dat mag je niet. Mag niet de piek. Eigenlijk moet je zeggen, je moet de piek op de boom doen. In plaats van, je moet niet de piek op je middelvinger doen. Want dan gaan ze allemaal de piek op hem. De piek gaat straks op de boom. Goed? Mama, deze moet je onderaan doen, want dan gaat Lucius ze niet... Ja, oh ja, dit zijn de plastic balletjes. Deze zijn ook mooi, maar die halen we onderaan. Deze is ook plastic. Ja, en ook voor Woezel en Pip. Dus onderaan een beetje de plastic en dan de breekbare doen we een beetje weer aan de top. Daar hebben we toch plek zat voor, zeg maar. Deze zijn voor echte kippen gemaakt, toch? Dat is mijn jurk en die heb ik in de was gedaan. Ja.
Oh. Wat was dat? Dat was een bal. Oh, daar was het, een bal. Kijk, daar. Een bal. Ja, en die is helemaal... dat is wel heel gek, want die is van je touwtje gevallen. Kijk dan, jongens. Ja, dat kan natuurlijk ook. Daar kun je echt niks aan doen. Wakker. We hadden trek gekregen in de buik, hè, van dat ballen hangen in de boom. Dus we zitten even lekker in oliebol te eten. Lucie, lekker poffertjes. En mama, deze hier op is, dan wil ik die. Dan wil ze er nog meer. Zo hard heeft ze ballen in de boom gehangen. Mama, ja, die hebben we zo meteen nog wel. Ja hoor, nog genoeg. We hebben er nog twee. Yes. Yes. Maar hou maar krenten. Pa, jongen. Als het maar een oliebol is. Hier, een poffertje. Hier, kijk eens. Hier. Een lekkere komkommer. Dat is goed. Dat vindt hij lekker. Hey, jongen. Vind je een mooie kersttrui? Hey, jongen. Ja. Ja. Oh, is die voor de camera? Van mama. Oh, nee, voor jou. Lekker. Nou, jongens, dan gaan we zo meteen verder. Het is nog steeds een beetje een zooitje aan onder de kerstboom, zeg maar. We moeten ook nog de poot helemaal bedekken. Die hebben natuurlijk die stalen palen. De piek moet er nog op. En de bovenkant moet ook nog ballen in. We hebben een hele grote ladder nodig. Daar hebben we papa voor nodig. Dus we gaan eerst even... Ja, maar we hebben ook de ladder nodig. Die hele grote ladder. We hebben nu wel een ladder, maar we hebben nog een hogere ladder nodig. Dan moet papa namelijk 3 meter zijn. Ja. Nee, dus houden we even lekker pauze, jongens. En dan gaan we zo meteen weer verder met de boom. Zo, ondertussen hebben we de buikjes weer vol en zijn we weer verder bezig. Het is nog één groot zooitje hier. Ja, een stofzuiger. Dus je heeft de stofzuiger weer gevonden, want er was namelijk weer een balletje gevallen. Dus die stofzuigen we dan meteen even op, zodat we geen kleine splintertjes overal hebben versnipperen met al die kleine lote kindervoetjes die rondlopen. Wat is het dan, jongen? Ja, hij wil de stofzuiger aan hebben. Maar zitten wij iedere keer met een stofzuigergeluid? Nou, we hebben hem weer even aangezet. Gaat hij weer even stofzuigen, jongen? Piek zit er nog niet op, jongens. Maar voor de rest hebben we de boom wel helemaal behangen. Alleen onder de voet moet ik nog heel even doen. Ondertussen is het hier nog één grote ravage in de kamer. Ik heb trouwens ook de open haard al zo gedaan met die leuke lampjes. Nou, Lucius die gaat nog even verder met de stofzuiger. Luxie is nog even bezig met het kijken wat overal nog in de dozen zit. En ik ga eens even kijken. Volgens mij hebben Luan en Lucilla het beltje erbij neergegooid. Hé, jongens, wat zijn jullie aan het doen? Mama alleen verder met de boom. Ik moet die voet nog helemaal doen. En alle spulletjes wat in die doosje zitten nog even uit de mesten. Maar ze zijn aan het spelen. Nou ja, in ieder geval. Ik ga verder met die voet. Om daar kleden onder te leggen. Want hoe het er nu uitziet, ziet er natuurlijk niet mooi uit. Dat je daar die palen ziet, zeg maar. Daarvoor gebruiken wij altijd kleden en doeken. Gewoon heel simpel, jongens. Misschien een beetje primitief, maar goed. Zo doen wij het gewoon. En die vouwen we dan helemaal hier onder deze voet. Zodat je daar dan straks niks van ziet. Aangekomen bij de lastigste klus. Het is nog trouwens één grote chaos in de kamer. Kijk, alles ligt echt letterlijk helemaal overhoop. Luan en Lucilla en Luxie zijn ook spulletjes aan het uitzoeken voor wat ze willen gebruiken op hun eigen kamer. Mama, dus dat zijn ze ook aan het weet doen. Weet je, in mijn geheime kamer, daar heb ik toch die deken? Ja. Dan ga ik die omrollen naar deze. Oh, dat kan ook. Of is deze? Nee, dit is een... Dit is een tafelkleed. Maar je kunt hem ook als deken gebruiken. Luxie heeft een hele mooie engelenjurk gevonden. Deze maken. Ja, dat is een clipje, die kan je erop doen. Mama. Dit is nou jouw maat. Dat was eerst Lucilla maat, maar nou pas jij die. Oh, daar hebben we hem weer. Merry Christmas! Dat zou ik niet doen, dat zou ik niet doen. Dat is het.
Merry Christmas, Merry Christmas, baby. Yeah. Ah, leuk hè, jongens. Ondertussen zitten wij nog helemaal in de zooi, in de dozen. Is het één grote chaos in de kamer. En zou je denken, komt het vandaag nog wel goed met alle kerstgebeuren? De boom is heel mooi. Kijk, de boom is heel mooi, ja. Die wel. Laatste bal in de piek. En dus de boom in ieder geval vandaag gelukt. Ja, en dan hebben we nog heel veel andere, het lijkt wel alsof we aan het verhuizen zijn, jongens. Met al die... Echt, kijk dan, hier en daar zit een tas vol met allemaal verkleedskleren. En hier hebben we alle huisjes nog op de bank liggen. En daar nog van alles. En in de doos hebben we ook nog van die kerstdekens en kerst... Oh, hier is het kribbetje. Nou, die was ik aan het zoeken. Nou, heb ik al die dozen opengehaald. Is het de laatste doos die ik hier heb gehad. Is het kerstkribbetje. Kijk, die moeten we natuurlijk wel hebben. Waar is baby Jezus? Waar is baby Jezus? Waar is baby Jezus? Oh. Kijk, die moeten we wel in natuurlijk, hè? Want daar draait het voor ons om. De geboorte van... Jezus. Nou, dan gaan we daar ook nog een plekje voor zoeken. Ja, we gaan eerst even kijken of we de boom het topje erop kunnen zetten, de piek. Moet jij zeggen stop, ik schuif hem. Iets naar de muur. Ja. Ja. Ik kan hem sowieso niet erbij nu. Ja, zeg maar hoog. Ja, oh, oh. Ja, iets verder. Ja, oké. Okay. Ja, is goed. Ja, is erbij, hoor. Ja, maar hij staat zo überhaupt wel goed, hoor. Je hoeft toch niet daar tussendoor te lopen. Dat hoeft toch niet. Ik vind hem dit wel een goede positie. Ja. Leuk is die, hè? Merry Christmas, come on. Mooi, ja. Ik heb hier in ieder geval eerst de ballen. Hou wel vast, hoor, dames. Ja, ik heb mijn voeten vast. Ik ga niet wegslippen, hè. Dan moeten we dus eigenlijk loslaten. Zijn er breekbare ballen, jongens? Daar zijn breekbaar. Oké, jij moet even de mond vasthouden, want ik ga even hangen, anders kom ik niet bij die andere kant. Oké, ik ga even de piek ophalen. Dit is alle rotzooi. Ga ik even de piek ophalen. Zo, we hebben hier de piek. Nee, dat was niet. Gaan we even. Echt serieus, Daniel. Ik weet niet of die piek gaat lukken, hoor. Moet ik dus nog hoger op die ladder? Ik heb hem vast. Oké, okay, hou echt die ladder vast, hè. Ja, dank je. Ja, super echt. Ja, dan nog een treetje hoger. Ik ga erbij dan. Yes! Zit erop, jongens? Ja, zit erop. Yes. Ja. Direct? Ja. Oh, even kijken. Oh. Gelukt! Yes! Man, zulke kleine piek en zulke grote boom. Het is wel een piek, jongens. Prachtig, jongen. Heel boom. Nou, dat voelt ja. En dan moeten we hier nog een beetje keuze maken. Een beetje? Daar willen we. Ah, kijk, wat een rommel we hebben, jongens. Ah, wow. Maar de boom is prachtig, hè? De boom is supermooi. Ja, het is ook nog heel maar 4 december. Dus we hebben nog de tijd, hè? We hebben nog de tijd. Het hoeft niet in één dag. Nee. Ja, en Lucius, die wilt ook naar boven. Ja, high five, kerel. High five. Hij wil Luan ook high five. Ah, schatje. Ja, dat zijn de pakjes, weet je dat nog? Die we toen gebruikt vorig jaar. Ja, die waren nog van jullie videoclip, hè? Ja, dit is een elfen. De elfenpakjes waren dat. Elfenpakjes, leuk, hè? Hey.
Maar ik krijg gewoon de hele tekst. Dan staan we prima, dan staan we prima, dan staan we prima, dan staan we prima. Kusjes mama, kusjes mama. Wat krijgen we hier? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas, come on! Merry Christmas! Kijk. Sina. Wauw. Weet je dat jullie echt al jarenlang, ieder jaar als wij die kerstboom gaan opbouwen, gaan jullie met die muts spelen? Dat samen doen we nou. Hey, Christmas, come on, baby. Silla. Merry Christmas. Nou, ik hoop dat jullie er net zo van genoten hebben als wat ik heb. We hebben hetzelfde als die hond, maar dan in de hond. Liesjes, kijk. Ja. My feeling alive. Christmas. That's my life. Oh. Ja, jij hebt niks gedaan. My feeling alive. Liesjes. Dreaming of a white Christmas. Ik droom van een witte kerst, zingt hij. Mooi, Liesjes. Varen is een keer zo snel en effectief als het er even alleen doorheen gaat. Even zonder alle kinderen omheen. Ja, dan is het morgen nog niet klaar. Ik heb net gezegd van doe maar een mooie kerstfilm aan. Dus de kinderen die zijn op zoek naar een mooie kerstfilm. Hey.
Oh, nou wat ik ga jullie kijken. Waar is de kerstfilm? Druk maar op, jongens. Dan maakt mama en papa eventjes alles af. Want ja, morgen alweer naar school, hè? Hebben jullie er zin in, of niet? Jawel, hè? Weer een hele tijd verder. De chaos is al ietsjes minder, zoals je ziet. Maar ik ben nog steeds heel druk bezig met alles selecteren, ordenen. We hebben wel al, ik wil wel even laten zien, dat heeft Luan gedaan. Bij de keuken een heel mooi kerststukje te doen. Kijk, hier. Dit heeft Luan net ook gedaan. Dus dit ziet er ook al wel heel erg leuk uit. Ja. Maar nu zei Luan, mam... Ik wil ook mijn kamer leuk met kerst inrichten. Hè? En dat vond ik wel leuk om in de camera te doen. Dat mag. Dus dat wordt voor op mijn kanaal, hè? Of ja, dat kan. Ja. Ja? Dus als je nou benieuwd bent wat het eindresultaat, wat het voorresultaat is en ook het eindresultaat is, kijk dan meteen even op mijn YouTube kanaal. Link staat hier bovenin. Daar, of onderin, daar, niet, of ergens onderin. Waar papa hem zet. Ergens in beeld. En dan ben ik heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat dan weten in de reacties. Ja, dus, en het is dus van jouw kamer, hè? Ja, jij gaat nu jouw kamer doen. Dit is de doos met alle kerstspullen erin. Ja. En dat ga ik helemaal leuk maken. Nou, leuk, eerst moet jongen. Ik natuurlijk ook opruimen. Vuilniszak. Oh ja, dat is ook wel heel goed. Kijk, we hebben dit... daar heb ik ook nog een kerstdingetje neergelegd. Dit ligt er ook nog. Dat moet ik ook nog even opruimen. Hier kun je dus niet meer tussendoor lopen, want hier staat dus... De kerstboom in het gangpad. Hier heb ik ook dit even neergezet. Hier die pauw. En voor de rest was ik bezig met het sorteren van wat ik wil gebruiken voor straks het dorpje op te zetten. Ik heb die ook nog opgehangen, maar ik moet nog even stopcontact voor fixen. Kijk, dit dorpje die gaan we niet vandaag meer opbouwen, jongens. Daar heb ik echt helemaal geen tijd meer voor. Zoals jullie zien is het al bijna avond. En de kinderen moeten natuurlijk morgen ook gewoon naar school. Dus wellicht dat ik met het kerstdorp morgen ga beginnen. Kunnen ze uit school ook lekker meehelpen. Dan ga ik even allemaal selecteren. En dan ga ik al deze dozen weer terugzetten wat we niet gebruiken. En dan ga ik jullie daarna het eindresultaat laten zien. Hoe uiteindelijk onze kerstwoonkamer is geworden. Met onze kerstboom natuurlijk. Maar eerst gaan jullie, gaan jullie met Luan mee. Maar dat zien jullie niet in deze vlog. Dat kun je dus zien op zijn eigen YouTube kanaal. Mom, nou jongen. Kerstboom? Ja, is ook leuk. Ja, is leuk. Nou, heel veel succes. Heel veel succes met je slaapkamer makeover. En wij zien jullie straks weer als alles hier opgeruimd is. Tot straks. En toen waren we, ingezoomd. De hele tijd verder. Luan is nog met zijn slaapkamer bezig. Is hier nog niet mee klaar. Het staat hier allemaal nog in de gang. Maar ik denk, ik hou even de camera op, want hij had hem. Want ik ben klaar met de woonkamer. Tenminste, klaar. Ik heb alles opgeruimd. Het kerstdorpje, dat ga ik een andere dag doen. Morgen of overmorgen, de loop van de week. Moet ik even kijken wanneer. Maar de kerstboom staat. De open haard heb ik mooi versierd. En alle dozen weggehaald en alles. Het is nu weer lekker opgeruimd. Stofzuiger er doorheen gehaald. En ik zal jullie even het eindresultaat laten zien. Kijk jongens. Daar staat hij. Ik heb deze plant en deze lamp even zo neergezet. En daar staat de kerstboom. Is het niet een plaatje? Je moet eigenlijk even de open haard aanzetten als ik nou te denken. Nou is het open haardje mooi aan. Dus je is oud, hè? Is oud. Lena, kijk hè? Naar de vlammetjes. Ja. Geeft hij maar weer aan mama. Goed zo. Zo ziet het eruit als ook het open haardje aan is. Bij avondlicht. Super gezellig. Heel erg blij met onze kerstboom. Onder de boom hebben we die engeltjes en hert en de cadeautjes. En het boekje van Kerstmis. Oh, we gaan douches doen. Mooie schatje. Ja, dat is mooi. Ja, vandaar dat we alleen maar plastic ballen hieronder hebben opgehangen, jongens. En boven de plastic of de glaasballen, die zit helemaal boven in de top. Want anders pakt Lucie ze er misschien wel uit. Maar met dat hertje mag hij wel even spelen. Jongen. Nou, voor de rest hebben we hem helemaal mooi versierd. Ook het uiltje hier, die hangt hierin. Mooie strik erin. Mooie andere balletjes erin. En het ziet er weer heel erg leuk en mooi uit. Echt heel erg blij mee. En ook de open haard.
hebben we dus met die lampjes, die lichtgevende kleurenlampjes. Met kerstboompjes erop en met zo'n wit kleedje wat een beetje sneeuw oogt. Met die kaarsen standaard. En met die trein eronder. Nou, dit ziet er toch gezellig uit, jongens. En dan onze nieuwe kussentjes in die stoelen. Daar één. En hier met de kerstman. In deze zak met, van de kerstman zitten allemaal verkleedkleren. Kunnen kinderen nog verkleden als ze het leuk vinden. En dan heb ik het kerstkribbetje. Daar trouwens dat hert aan de muur. En het kerstkribbetje hebben we hier zo gezellig neergezet. Dat is ook wel een mooi gezellig plekje. Met ook dit witte kleedje eronder. Heel leuk. Nou, en dan de rest ga ik morgen mee verder, jongens. Hier willen we dus morgen het kerstdorpje gaan neerzetten. Of overmorgen, wanneer ik er tijd voor heb. Ik heb deze krans al wel opgehangen, maar ik heb nog geen stopcontact. Dus dat moet ik nog even maken. Maar hier willen we dus helemaal een kerstdorpje gaan maken. Ik heb ook nog deze trein, moet ook nog even opzetten. En we hebben de aftelkalenders, maar dat gaan we morgen gaan we die wel even bekijken. Dan hebben we in ieder geval echt heel veel gedaan vandaag. Ben ik helemaal blij met onze gezellige kerstsfeer in huis. En dan gaan we weer een heel gezellige kerstperiode tegemoet, jongens. Met een mooie kerstboom op de achtergrond. Best wel veel gedaan vandaag. Ondanks de kinderen er overal weer tussendoor natuurlijk ook wel meehielpen. Maar we moeten af en toe wel even, hè? Ik denk dat menigte ouder dat wel kent. Ga maar even op de speelkamer spelen. Dan pak je even iets sneller door. Wat is het, jongen? Kom hier weer, mama. Oh, ze worden ook moe. We gaan lekker eten zo meteen. Kijk, papa staat alleen in de keuken. Ik heb hier trouwens een zoekje achter ook. Zullen mij nog horen. Dit is een mooi versierd. Dit heeft Luan gedaan. En dan hebben we best wel weer veel gedaan. Ja, dat is mooi. Ongetoverde kerst. Ja, oh, dat is appeltje. Dan gaan we zo lekker eten, jongens. Maar we sluiten voor nu wel weer deze vlog af voor vandaag. Want we hebben een lekker druk, gezellig kerst. Weekend achter de rug. Precies. Toch? Gisteren met de kerstmarkt en vandaag met de kerstboom. En morgen gaan de kinderen natuurlijk gewoon weer lekker naar school. En ja, hopen dat jullie het weer leuk vonden vandaag. Doe natuurlijk even de duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik een belletje. Blikken. We zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Bedankt, lusjes. Tot morgen. Dag. De dag, want de tijd vliegt snel voorbij.